Hallo, hier Link 2155, vandaag weer een nieuwe aflevering met Eurotruck Simulator 2. Het is alweer een mooi poosje geleden dat wij een aflevering gemaakt hebben van Eurotruck Simulator. Nou, we gaan het weer even oppakken, nieuwe updates zitten er weer op, etcetera. De vrachtwagen is nog steeds hetzelfde, dezelfde motorvermogen zit erin. We hebben onze trailer hebben we terug in de garage gedaan. Waarom? Omdat je toch met trailers die je dus ophaalt, meer kan doen, op meerdere locaties kan komen dan met een enkele, met een eigen trailer natuurlijk. Excuus, nog letterlijk verkouden. Dus hopelijk gaat het ons niet storen tijdens onze rit. Nou. We hebben al een rit aangenomen. Ik zou even laten zien waar de rit heen gaat. We gaan dus van Arnhem in Nederland naar Luik in België. Daarin mogen we 9 uur en 2 minuten over doen. Nou, we staan nu alweer een poosje stil, dus het zou iets langer geduren. Dan gaan wij vervoeren alcoholvrij bier. Het zal wel ergens een evenement zijn, je weet het niet. Goed, we gaan even kijken op de kaart. Hoe, wat en waar. Nou, de rit gaat 3 uur overduren, dus dat is toch ook alweer mooi meegenomen. Eens even kijken, waar gaat het allemaal langs? Nou, het grootste gedeelte is de A73. Een stukje A50, een stukje A73 gaan we over de A2 richting Luik in België. We kunnen natuurlijk ook ergens lekker binnen doorpakken, dan gaan we deze kant op, het duurt 4 uurtjes. Is natuurlijk ook leuk, elke keer snelweg word je er toch niet helemaal vrolijk van. En dan komen we langs Düsseldorf heen en Keulen. Het duurt een uurtje langer over, je verdient er niks extra's mee. A50 ook leuk natuurlijk, gewoon lekker op de A73, dat gaan we gewoon doen. Dat doen we gewoon, maar niet uit. Ja, dan gaan we door. We gaan lekker over de snelweg cruisen vandaag. Alle ritten zijn van A naar beter. Zo maar netjes gezegd. We stappen weer in onze vrachtwagen. We gaan ons motortje starten. We hebben er goed weer bij, zie ik. Dus we zetten onze ruitenwissers even aan. Kijken wat de knopje nog weet. Ook dat weet ik nog. Kijk eens aan. Goed. Staat hier nog versnelling? Nee, staat hij niet. Goed, nou, dan staat hier nog versnelling. We gaan rijden naar België. Daar komt iemand weg. Even wachten, yep. Boem weer zo natuurlijk. Niet de bedoeling. Een boemen kost geld. Het enige nadeel is natuurlijk als je dus ergens tegenaan tikt met je trailer, dat je geld gaat kosten natuurlijk. Dat is wel een beetje nadelig, hè? Met andermans trailer rijden. Maar ja, andere kant ook logisch natuurlijk.
kan ermee leggen, maar volgens mij hebben ze een update bij ETS het water op de ramen iets aangepast. Want het blijft, zoals je normaal ook altijd ziet, water op het raam staan. Als de ruitenwisser helemaal klaar is. Dat is iets te veel gas terug van het goede. Hallo Eddy. Dat wel even langs jij, jongen. Oh, gezellig langs de walen heen. Deze zocht ik. Zo goed kan je te weg in mijn hoofd in Brussel natuurlijk ook weer niet. Niet te ver op die rem. Dat is nergens voor nodig. De meeste werken natuurlijk op de feestdagen. Nou, bij deze gaan wij natuurlijk, zijn we ook natuurlijk gewoon bezig met de feestdagen werken. Je kunt wel zien, die-hards, echte vrachtwagen die-hard, hè. Oh, deze vrachtwagen die-hard is heeft bier in de wagen, maar volgens mij is die zelf op. Begint weer helder te worden. Ik zei dat hij uit moest. Laat hem ook uit.
Maastricht. Afslag Maastricht hebben we niet nodig. Even geduld, jij. Wat zeg ik? Geduld, ik kom eraan. Ben ik in het leven nu niks aan, vriend? Niet proberen tussen te duwen. Slagberg of zo. Brussel, hoe goed te luik. Dat is een bordroute voor parkeerplaats. Goed blijven zijn, niks doen, we kunnen wel de volgende aans. Oh, deze kant op. Nee, wacht even, ik moet gewoon deze kant op. Meniscus. Midden vanaf huisje ver, ik moet er helemaal weer tussen gooien. Ik vergis hem. Ben je de juiste kant op, hè? Ik kom nog gewoon. Gas terug, gas terug, gas terug.
moet dat door, hè? Doe ik nog. Zo. Deze punt gaan ze niet lukken. Dus even moeten draaien. De master uitstuur. De master stuuras heb ik zie ik. Zeker moeten, denk ik. Dat wil ik wel laatst zeggen. Dan gaan we gewoon even lekker helemaal naar voren toe. Mag wel. Voorzitter. Voor zover het lukt natuurlijk. Zo, daar zat ze wel. Kijk eens, dat ben je dat ik verwacht had. Goed. Nou ja, dan ben je wel anders om deze dag gelegd natuurlijk, dat weet ik niet wat. En dan stappen. Nou, dat is een hartstikke mooie plekje. Dan ben je dat ik ingeschat had. Denk maar bij goed. Goed. We gaan hem ontkoppelen. Vier uurtjes. Nog een beetje praattijd tussen de wereld natuurlijk. Ook een zin. Nee, we gaan natuurlijk niet meer door. We hebben geleverd. Goed. Ja. Nou, dat was blijkbaar dus geen feestje hier. Heel goed is, daar staat ook nog een leuke trailer. Kan ook allemaal nog leuk worden, denk ik. Ja, nou, we hebben de B-punt weer gehaald. Vanuit Almere in Nederland natuurlijk. Dat is goed gelukt. Wij laten onze vrachtwagen voor vandaag hier weer staan. Een linker 2155 gaat weer afsluiten. Ik hoop dat ik weer jullie heb kunnen laten genieten van een rit van Eurotour Simulator 2. En ja, mogen jullie er inderdaad van genoten hebben, zou ik zeggen, druk op het duimpje omhoog. Zo vond je het niet leuk, druk op het duimpje omlaag. Of geen van de beide, helemaal eigen keuze natuurlijk. Zet desnoods een leuke beschrijving bij wat jullie van deze aflevering gevonden hebben. Ja,
Nou, we zijn er weer. Zit er een leuke beschrijving bij van wat jullie van deze aflevering vonden? Vonden jullie het saai? Vonden jullie het leuk? Zijn er nog andere dingen die je dus wilt beschrijven? Kan dat gewoon. Wil je meer van Euro Truck Simulator zien? Of een andere filmpje van mij? Ik zou zeggen, druk gewoon op abonneren. Heel gratis natuurlijk. En je zult geen afleveringen van mij meer missen. Link 2155 gaat bij deze afsluiten. En tot de volgende keer in een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator 2.